Laatst was ik met iemand aan het praten en kreeg ik de vraag: Farah, hoe kom ik van mijn buikvet af? Dat is natuurlijk een erg herkenbare vraag, want ik zat er zelf ook mee. Maar mij is het gelukt om van mijn buikvet af te krijgen en ik wil jou gaan vertellen hoe ik dat heb gedaan. Start met een goed ontbijt. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar het ontbijt is echt de belangrijkste maaltijd van de dag. Zodra je begint met een goede maaltijd in de ochtend, dat zorgt ervoor dat je de hele dag door goed in balans blijft. Dus start met dat goede ontbijt. Drink water. Heel erg belangrijk. Zelf doe ik altijd 2 van dit soort grote flessen lekker in de vriezer en haal ik het eruit. En dan heb je ijswater. En als je voor jezelf nou in de gaten houdt dat je 1 of 2 van dit soort flessen per dag, iedere dag opdrinkt, dan kom je genoeg aan je waterinname en dan maakt het ook een stuk makkelijker. Hou je ook zo van koffie drinken? Vooral in de ochtend? Probeer daar dan echt mee te stoppen of in ieder geval te minderen. Want ook koffie kan echt een aanslag zijn op je gezondheid. Hou je ook op zijn tijd van een lekker drankje? Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Om lekker eens af en toe een keer te laten gaan. Maar zorg er wel voor dat je het met mate doet, want alcohol heeft wel ontzettend veel calorieën. Op zijn tijd is het niet erg, maar doe het met mate. Stop met die energiedrankjes. Zelf was ik ook altijd echt verslaafd aan dit soort drankjes, maar er zit zoveel suiker in en het is echt een aanslag op je gezondheid. Dus stop je gewoon mee, want dit heb je niet nodig om energie te krijgen. Je kunt ook op andere manieren energie krijgen. Doe 5 minuten dagelijks buikspieroefeningen. Dit kun je het beste meenemen in je vaste patroon op een dag. Dus bijvoorbeeld iedere ochtend of iedere avond. Zorg ervoor dat je dat echt regelmatig, iedere dag of bijna iedere dag doet. En het beste kun je dan 8 sessies van 8 doen, zoals ik je hier laat zien. En dan train je gewoon je buikspieroefeningen. Eet genoeg proteïne. Proteïne zorgen voor spieropbouw. En doordat je meer proteïne gaat eten, gaat je vet omgezet worden in spiermassa en word je ook dus strakker. Dus voeg proteïne toe aan je leefstijl. Maak 's ochtends al een lunchpakketje voor onderweg. Dat je overdag niet in de verleiding komt om toch ergens wat ongezonds te kopen. In plaats van gewoon een gezond lunchpakketje mee te nemen. Stop met eten als je vol zit. Vaak als we dat bord voor ons zien, dan hebben we het gevoel dat we dat echt op moeten eten. Maar zodra ons lichaam aangeeft dat we vol zitten, dat we genoeg op hebben, stop dan gewoon met eten, want meer heb je in principe niet nodig en sla je eigenlijk alleen maar op als vet. Zet thuis ook even een gezonde fruitschaal op tafel. Het staat niet alleen heel mooi, maar als je in de verleiding komt, dan kijk je gewoon naar zo'n lekker peertje en dan kun je ook wel snoepen. Hier even een kort actieplan. Schrijf op papier wat jouw eet- en drinkpatroon is. En ga kijken wat voor minder goede dingen kan vervangen voor goede dingen. Ga ook eens kijken wat je in je keukenkastjes kan opruimen om de wat ongezondere dingen uit de koelkast en uit de kastjes te halen. En vervang dat ook voor gezonde dingen. Maak gewoon even een boodschappenlijstje met gezonde tussendoortjes. Dat als je in de verleiding komt, dat je altijd gezonde dingen in huis hebt. Zorg er ook voor dat je altijd een flesje water bij de hand hebt, wat je de hele dag door kan meenemen. Hierdoor herinner je altijd aan je waterinname en krijg je altijd genoeg water binnen. Maar hoe ontstaat dat buikvet eigenlijk? Eigenlijk sluipt buikvet er in de gedurende tijd iedere keer een beetje in. Totdat je zo'n moment hebt dat je ergens gaat zitten en dan komt er zo'n vetrolletje over je broek heen en dan denk je, oejee, ik heb een klein buikvetrandje. En dan ga je bedenken, hoe komt dat toch eigenlijk? Maar misschien moeten we ons helemaal niet gaan bezighouden met hoe dat komt, maar hoe we er weer van afkomen. Maar wat zijn nou de voordelen als je wel buikvet kan gaan verliezen? Je gaat natuurlijk een stuk zekerder voelen. Plus, je verbrandt ook gewoon meer vet als je minder buikvet hebt, omdat je namelijk meer spiermassa krijgt. En spiermassa verbrandt van zichzelf ook al heel veel. Je kan weer meer kleren aan, je hoeft geen vetrolletjes meer te verbloemen en je gezondheid gaat ook nog een stuk vooruit. En zo kun je zelf ook nog veel meer redenen bedenken wat de voordelen zijn als je buikvet hebt verloren. Kortom, ga aan de slag met deze tips die ik je heb gegeven om je buikvet te gaan verliezen. Succes! Got me crazy for your love. 2 van dit soort flessen per dag, iedere dag opdrinkt, dan kom je genoeg aan je waterinname en dan maakt het ook een stuk makkelijker. Hou je ook zo van koffie drinken, vooral in de ochtend? Probeer daar dan echt mee te stoppen of in ieder geval te minderen, want ook koffie kan echt een aanslag zijn op je gezondheid.
Hou je ook op zijn tijd van een lekker drankje? Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Om lekker eens af en toe een keer te laten gaan. Maar zorg er wel voor dat je het met mate doet, want alcohol heeft wel ontzettend veel calorieën. Op zijn tijd is het niet erg, maar doe het met mate. Stop met die energiedrankjes. Zelf was ik ook altijd echt verslaafd aan dit soort drankjes, maar er zit zoveel suiker in en het is echt een aanslag op je gezondheid. Dus stop je gewoon mee, want dit heb je niet nodig om energie te krijgen. Je kunt ook op andere manieren energie krijgen. Doe 5 minuten dagelijks buikspieroefeningen. Dit kun je het beste meenemen in je vaste patroon op een dag. Dus bijvoorbeeld iedere ochtend of iedere avond. Zorg ervoor dat je dat echt regelmatig, iedere dag of bijna iedere dag doet. En het beste kun je dan 8 sessies van 8 doen, zoals ik je hier laat zien. En dan train je gewoon je buikspieroefeningen. Eet genoeg proteïne. Proteïne zorgen voor spieropbouw en doordat je meer proteïne gaat eten, gaat je vet omgezet worden in spiermassa en word je ook dus strakker. Dus voeg proteïne toe aan je leefstijl. Maak 's ochtends al een lunchpakketje voor onderweg. Dat je overdag niet in de verleiding komt om toch ergens wat ongezonds te kopen in plaats van gewoon een gezond lunch. Laatst was ik met iemand aan het praten en kreeg ik de vraag: Farah, hoe kom ik van mijn buikvet af? Het is natuurlijk een erg herkenbare vraag, want ik zat er zelf ook mee. Maar mij is het gelukt om van mijn buikvet af te krijgen en ik wil jou gaan vertellen hoe ik dat heb gedaan. Start met een goed ontbijt. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar het ontbijt is echt de belangrijkste maaltijd van de dag. Zodra je begint met een goede maaltijd in de ochtend, dat zorgt ervoor dat je de hele dag door goed in balans blijft. Dus start met dat goede ontbijt. Drink water. Heel erg belangrijk. Zelf doe ik altijd 2 van dit soort grote flessen lekker in de vriezer en haal ik het eruit. En dan heb je ijswater. En als je voor jezelf nou in de gaten houdt dat je 1 of 2 verleiding komt, dat je altijd gezonde dingen in huis hebt. Zorg er ook voor dat je altijd een flesje water bij de hand hebt, wat je de hele dag door kan meenemen. Hierdoor herinner je altijd aan je waterinname en krijg je altijd genoeg water binnen. Maar hoe ontstaat dat buikvet eigenlijk? Eigenlijk sluipt buikvet er in de gedurende tijd iedere keer een beetje in. Totdat je zo'n moment hebt dat je ergens gaat zitten en dan komt er zo'n vetrolletje over je broek heen. En dan denk je, oejee, ik heb een klein buikvetrandje. En dan ga je bedenken, hoe komt dat toch eigenlijk? Maar misschien moeten we ons helemaal niet gaan bezighouden met hoe dat komt, maar hoe we er weer van afkomen. Maar wat zijn nou de voordelen als je wel buikvet kan gaan verliezen? Je gaat natuurlijk een stuk zekerder voelen. Plus je verpakketje mee te nemen. Stop met eten als je vol zit. Vaak als we dat bord voor ons zien, dan hebben we het gevoel dat we dat echt op moeten eten. Maar zodra ons lichaam aangeeft dat we vol zitten, dat we genoeg op hebben, stop dan gewoon met eten, want meer heb je in principe niet nodig en sla je eigenlijk alleen maar op als vet. Zet thuis ook even een gezonde fruitschaal op tafel. Het staat niet alleen heel mooi, maar als je in de verleiding komt, dan kijk je gewoon naar zo'n lekker peertje en dan kun je ook van snoepen. Hier even een kort actieplan. Schrijf op papier wat jouw eet- en drinkpatroon is en ga kijken wat voor minder goede dingen kan vervangen voor goede dingen. Ga ook eens kijken wat je in je keukenkastjes kan opruimen om de wat ongezondere dingen uit de koelkast en uit de kastjes te halen en vervang dat ook voor gezonde dingen. Maak gewoon even een boodschappenlijstje met gezonde tussendoortjes, dat als je